Rino Zuid is een opleidinginstituut en specialist op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Rino Zuid verzorgt diverse post-academische duale opleidingen en nascholingscursussen. Wij zijn een samenwerkend verband van 3 universiteiten in Zuid-Nederland en het werkveld. Wat wij doen is de verbinding slaan tussen wetenschap en de praktijk. Dat wil dus zeggen dat onze cursisten heel veel aanbod krijgen in wat kan iemand mankeren, wat kun je eraan doen, waar komt het vandaan. En hoe kun je die kennis gebruiken in de praktijk en in je contact met je cliënten? En hoe kun je daardoor mensen helpen die psychische problemen hebben? Vanuit Rino Zuid worden meerdere postmasteropleidingen gegeven. Je hebt de GZ-opleiding. Dat is een 2-jarige opleiding. Die kun je gaan volgen nadat je je opleiding psychologie op de universiteit af hebt gerond. Daarnaast heb je de psychotherapieopleiding, de PT-opleiding en je hebt de KP-opleiding, de opleiding tot klinisch psycholoog. En dat is een 4-jarige opleiding. Je moet in elk geval specialiseren en je moet daarna ook de kans krijgen om in de praktijk verder te leren. En dat is eigenlijk wat bijvoorbeeld zo'n GZ-opleiding doet. Je blijft 1 dag per week hier bij Rino Zuid de opleiding volgen, zit je in een groep, krijg je kennis, oefen je allerlei vaardigheden. En daarnaast heb je 4 dagen in de praktijk, dat je leert in de praktijk. Ze zijn hier oefeningen aan het doen waar ze net de theorie voor gehad hebben. Dan werken ze vaak een opdracht uit. Dus hier krijg je echt een stuk theorie. Heel veel theoretische kennis, 2 jaar lang, elke week 1 dag. En vaak is dat gecombineerd met praktijkopdrachten. Na deze opleiding krijgen mensen een diploma. En dan hebben ze 2 jaar lang keihard gewerkt, zowel in de praktijk als in de opleiding. En daarna worden ze in een register bijgeschreven. En dat register, daar dien je elk jaar opnieuw punten voor te halen. En die kun je verdienen door bijscholing, door congressen te volgen. En op die manier hou je je kennis bij en hou je je ontwikkeling bij. En je moet bereid zijn om onderzoek te doen naar de cliënten. En je moet ook bereid zijn om onderzoek te doen naar jezelf. Je wordt hier niet zomaar aangenomen. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen, voordat ze hier komen, hebben ze al een hele opleiding achter de rug. Ze gaan bijvoorbeeld psychologie studeren en dat betekent dat je 3 jaar een bachelor volgt, daarna nog 1 jaar een master. Vaak gaan mensen dan vervolgens een aantal jaar in de praktijk werken, in een hulpverleningsorganisatie. Als basispsycholoog doen ze ervaring op en vervolgens kunnen ze of voorgedragen worden door de eigen organisatie voor de GZ-opleiding of ze solliciteren op een opleidingsplek. Ik denk een goede psycholoog, dat is een competente psycholoog en competenties, een beetje een ingewikkeld woord, maar competenties dat zijn kennis van zaken hebben, die kennis toe kunnen passen, dus vaardigheden hebben om dat toe te passen en de juiste houding hebben. De juiste attitude. En als je dat bij elkaar combineert in een vervolgopleiding zoals hier bij Rino Zuid, dan krijg je goede psychologen.